En we gaan er zo meteen vertrekken. Er zijn 3 laps remaining at the moment. Waarbij direct een aanval. De bel luidt de laatste ronde in van de carrière van Loes Gunnewijk. Na 15 jaar stopt ze ermee. Haar laatste wedstrijd rijdt ze in Eibergen, op de plek waar het allemaal begon. Ja, hier heb ik mijn eerste keer echt mijn rugnummer opgespeeld en mijn eerste koersje gereden. En een jaar voor de stofwolk gereden en toen kreeg ik al een contract bij een UCI-ploeg. En toen ging het heel snel wat dat betreft. Maar goed, altijd wel hier als ik thuis was ook blijven trainen en gewoon in de omgeving. En dat blijft hartstikke mooi. Gunnewijk hoopte dit seizoen nog uit te rijden, maar kondigde vorige maand aan te stoppen. De schouderblessure die ze vorig jaar opliep, belemmert haar te veel. Ik vind het spelletje nog steeds mooi, maar ik wil meedoen aan het spelletje. En ik had het idee dat er gewoon te veel met mij gespeeld wordt. En dan is het dus alles of niets. En ik kan niet alleen maar meerijden. Ik wil echt voor de overwinning gaan. En ik merk gewoon dat die schouder me te veel energie kostte. En dan ben ik er eigenlijk liever niet bij. En dan is het goed geweest. En het is niet een beslissing die ik van vandaag al mogen genomen heb. Maar het is een goede beslissing. En zo kwam er vandaag een einde aan de glansrijke carrière van Loes Gunnewijk. Ze werd onder meer 2 keer Nederlands kampioen, reed 9 WK's en maakte natuurlijk deel uit van de succesvolle ploeg op de Olympische Spelen in Londen. Trots, een hele mooie periode die ik voor geen goud had willen missen. Nee. Hoogtepuntje? Ja, eigenlijk zijn dat er zoveel. De onderweg werd me die vraag ook al gesteld. En ja, natuurlijk de Spelen, de Nederlandse titels, de WK's die je gereden hebt, die zijn heel bijzonder. Ik zal gewoon de wielersport een warm hart toe blijven dragen. En ja, dit is gewoon een heel mooi afscheid om het zo af te sluiten.